Je bent dus lekker druk bezig geweest met het bouwen van een gloednieuwe PC, maar het enige wat je nog mist, is je besturingssysteem. Maar hoe installeer je Windows nou op je gloednieuwe PC? Dat vertel ik je vandaag. Yo, dit is Mark van TechTime en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ja, ik zag al een paar keer in de reacties voorbij komen voor een uitlegvideo over hoe je Windows precies installeert. Er zijn echt honderden manieren om Windows te kunnen installeren. Maar in deze video ga ik het proberen zo makkelijk mogelijk te houden. Maar dan op zo'n manier dat je PC ook gelijk ready to go is. Voordat ik ga beginnen, een duimpje omhoog op deze video zou ik ontzettend waarderen. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, doe dat dan ook zeker. En zet ook gelijk dat belletje aan. Dan mis je niks van al onze andere uploads en er komen wel wat hele toffe dingen aan. Qua voorbereiding heb je eigenlijk niet zo heel gek veel nodig. Wat je sowieso nodig hebt is op dit moment een 8 GB USB stick of groter en ook nog eens natuurlijk een aparte PC of laptop. Want we moeten daar natuurlijk nog wel gebruik van kunnen maken om onze USB stick voor te bereiden. Daarnaast moet je ook weten wat je in je PC hebt, want we gaan zometeen ook nog even wat extra tools downloaden die de installatie eventueel nog wat makkelijker kan maken. Heb je dit alles al bij elkaar, dan is dat hartstikke goed. Wat je nu even moet gaan doen is op zoek gaan naar een andere PC. Het wordt wel aangeraden om eventueel ook op zoek te gaan naar een andere PC of een laptop met Windows. Dus als je die kan vinden, hartstikke top, is gelijk ook de makkelijkste manier. Je kan bijvoorbeeld de laptop van je ouders gebruiken of eventueel een Office PC. Je hebt op zich geen snelle PC voor deze stap nodig. We beginnen maar eerst even met de standaard hulpprogramma van Microsoft zelf. Zij hebben als het ware een tooltje ontwikkeld waarmee je automatisch al de meest recentste versie van Windows 10 al op je USB-stick kan zetten. Dit tooltje kan je compleet gratis downloaden. Dus wat we gaan doen, we prikken even de USB-stick in onze PC en houd er ook rekening mee dat al deze bestanden ook weggaan. Dus heb je nou bijvoorbeeld vakantiefoto's of even hele belangrijke schoolopdrachten, haal ze even weg. Heb je tools van Microsoft gedownload, hartstikke goed. Geef even een paar minuten om echt helemaal goed op te starten. Het spreekt eigenlijk heel erg voor zich. Volg de stappen op het scherm en tik ook uiteindelijk aan dat je ook wil gaan kopiëren naar een USB-stick. Je kan ook een ISO-bestandje downloaden, maar dat gaan we niet doen. We maken even gebruik van de USB-stick. Geef ook even aan dat je ook de juiste USB-stick moet gaan nemen, want niet zal zo zonde zijn dat hij bijvoorbeeld de USB-stick van bijvoorbeeld jouw school of werk gaat pakken. Dus kijk ook even goed dat je ook de juiste USB-stick hebt. Klik die dan aan, klik op volgende en dan gaat hij ook van start. De installatie wordt automatisch gedownload en uitgepakt op je USB-stick en wordt gelijk zo gemaakt dat je ermee kan opstarten. Oké, terwijl hij ondertussen bezig is, gaan we ondertussen ook even op zoek naar bepaalde drivers voor de installatie. Want soms heb je wel bijvoorbeeld hardware die nog niet uit is gekomen bij de lancering van deze versie van Windows 10. Ga dus even op zoek naar de juiste netwerkdrivers en ook jouw opslagdrivers. Die SATA-drivers zijn niet altijd meer nodig tegenwoordig, maar je weet maar nooit. Het is zo ontzettend knudden als je juist die drivers toch nodig hebt en je hebt ze toch niet. Nou, toevallig, ik heb hier een moederbordje van Gigabyte, de Aorus X470 Gaming 7. Standaard zitten de drivers al ingebakken, maar ik neem ze toch even voor de zekerheid mee. Dus ga even naar de website van jouw moederbordfabrikant. Zoek dan even naar jouw model moederbord en ga dan naar de pagina met alle drives en downloads. Doe dan Windows 10 64-bit als je 64-bit hebt gekozen en zoek dan jouw netwerkdriver en jouw opslagdriver. Download deze en dan heb je dat alvast in ieder geval gedaan, maar dan kunnen we dat zo meteen op onze USB-stick gaan zetten. Zodra jouw PC klaar is met het kopiëren van alle Windows 10 installatiebestanden, gaan we die twee zipjes die we net hebben gedownload ook kopiëren naar de USB-stick. Ik maak hier standaard al een ander mapje aan genaamd drivers, software of tools. Verzin maar gewoon even iets anders, dat je ook wel gelijk weet van dat is een mapje die ik er zelf in heb gezet. Open dat mapje en kopieer dan ook de bestanden. Heb je nou een zip-bestand gedownload? Pak hem dan daar ook in uit. Niet dat je gelijk alle bestanden hebt, maar maak even voor elk zip-bestandje even een aparte map. Bewaar nog even de USB-stick veilig voor de zekerheid. Het zal zo ontzettend knudden zijn dat je USB-stick net corrupt gaat en dat je naar je PC moet gaan lopen en dat die installatie niet wil starten. Wij zijn nu als het ware klaar op onze oude PC of op de vervangende laptop. Dus die kunnen we even achterwege laten. We gaan over naar onze nieuwe PC. Oké, we willen wel even weten dat eerst alle hardware goed is herkend. Dus wat we hier gaan doen met deze PC is eerst maar even BIOS induiken. Sluit even al je hardware erop aan. Je toetsenbord, je muis, je netwerkkabel en natuurlijk ook je beeldscherm. En uiteraard ook de stroomkabels. En zet dan je PC aan.
smash even volledig op de delete of de F12 knop. Het varieert wel enorm per model, maar ik merk wel dat steeds vaker nu voor delete wordt gekozen. Dus ram vol even op dat toetsenbord totdat je op een gegeven moment in BIOS terechtkomt. Controleer of al jouw hardware ook is gevonden. Is de juiste CPU weergegeven? Is ook voldoende RAM weergegeven? Staat het RAM-geheugen op de standaard kloksnelheid? Dus niet op XMP of DOCP? Die laten we voor nu even uitstaan, want we willen wel dat de installatie op een zo stabiel mogelijke PC draait. Controleer ook of jouw opslagmedia ook aanwezig is, zoals bijvoorbeeld jouw SSD. In mijn geval heb ik hier één keer een 1 terabyte SSD van Kingston en die is dan ook geprikt op het moederbord. Heb je nou bijvoorbeeld ook een harde schijf, controleer ook dan of die ook aanwezig is. En is dat zo het geval, dan kan je aan de slag gaan. Je hebt verschillende mogelijkheden om nu te gaan booten naar jouw USB-stick, maar wat ik hier heb gedaan, ik ben gewoon helemaal naar rechts in het menu gegaan en ik heb hier voor de USB-stick gekozen. Houd er wel rekening mee dat je wel de UEFI-variant moet gaan nemen. Dus zie je nou jouw USB-stick staan met UEFI ervoor, klik die dan ook aan. Windows 10 vindt het ook wel wat leuker als je op een UEFI-BIOS wordt geïnstalleerd. Nou, de installatie is nu weergegeven in beeld. Je kan eventueel klikken op installeer nu, maar je kan ook nog eens klikken op repareer deze PC. Maar in dit geval willen we Windows installeren, dus klik op installeren. Nou, volg even de stappen die je op het scherm krijgt. Een productcode vul ik niet in, doe ik allemaal naar de installatie wel. Ga nog even akkoord met de voorwaarden. En dan kom je op een gegeven moment bij je gedeelte terecht met upgrade of aangepast. Ik wil in dit geval dus een complete nieuwe installatie van Windows 10, dus ik klik hierop aangepast. Met aangepast ziet het misschien wat technischer uit, want je ziet hier nu als het goed is jouw SSD en eventueel ook nog eens je andere opslag. In mijn geval heb ik hier dus één SSD geïnstalleerd, maar er staan hier nog wel wat partities op. Heel eerlijk, Windows was al geïnstalleerd op deze PC. Ik selecteer alle partities en ik verwijder ze ook allemaal. Dat is natuurlijk wel even belangrijk, want we willen wel met de clean schijf aan de slag gaan. Natuurlijk is het ook wel handig dat als je deze bestanden nog veilig wil stellen, annuleer dan even die installatie en voer dan eerst even een backup uit. En is alles naar wens, klik dan op je SSD, klik dan op volgende en Windows maakt dan automatisch al de juiste partities aan. En deze partitie zul je ook bijvoorbeeld zelf nodig hebben, mocht je eventueel Windows opnieuw willen gaan installeren, dat je dan niet per se je USB-stick hoeft te gebruiken. Je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om zelf partities aan te maken, maar dat sla ik tegenwoordig over. Ik klik gewoon op de SSD, ik klik op volgende en de installatie wordt gestart. Dit kan wel even duren, geef zo'n 10 minuutjes de tijd. En als dat dan gedaan is, dan is Windows geïnstalleerd. De volgende stap die we dan krijgen is het instellen en configureren van Windows. Ja, het is even een soort van stappenplan en checklist die je even moet gaan doorlopen. Maar je moet wel even heel goed opletten met wat je hier doet. Windows 10 vindt het heel leuk om data door te sturen naar Microsoft. Wil je dat nou niet? Zet dan zoveel mogelijk opties uit. Nou, ik heb dat bijvoorbeeld ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld al die dingen zo laag mogelijk gezet. En ook mijn account is gewoon een offline account. Gewoon lekker zo'n standaard account die we eigenlijk al jaren gebruiken. Loop die installatie nog even door. De hele configuratie gaat nog even lekker door. En misschien wil het bij jou ook zo zijn dat jouw scherm op een gegeven moment gaat knipperen. Dat kan. En dat is een goed teken. Dan heeft jouw PC dus een netwerkverbinding. En heeft hij dan ook de laatste drivers geïnstalleerd van jouw videokaart. En die wordt dan gelijk op de achtergrond geïnstalleerd. En dat is super chill. Nou, zodra je al deze stappen hebt doorlopen, zie jij dus jouw eigen bureaublad. Gewoon een simpel bureaublad met een paar icoontjes en doet wat het moet doen. Yes, controleer even rechts onderin op de taakbalk of je ook een actieve netwerkverbinding hebt. Heb je dat nog niet? Prik jouw USB-stick dan weer in je PC, blader er naartoe, blader even naar de map met al jouw drivers en installeer dan de drivers voor jouw netwerkadapter. Het voordeel hiervan is dat je gelijk het goede pakket die gelijk vanuit je fabrikant komt en dan ben je alsnog snel weer online. Is dat alsnog niet het geval, dan is er waarschijnlijk iets met jouw netwerk aan de hand. En dan moet je even gaan kijken wat er precies aan de hand is. Heb je uiteindelijk een netwerkverbinding, dan is het even heel belangrijk dat we een van de saaiste dingen van Windows moeten gaan doen. Updates. We gaan even Windows Update opstarten en we klikken hier dan op geavanceerd. Zet dat bovenste schuifje aan. Je krijgt dan niet alleen updates voor Windows zelf, maar ook van andere softwarepakketten die via Windows Update worden geleverd. Neem bijvoorbeeld aan bepaalde drivers voor bijvoorbeeld je videokaart of je chipset. Of misschien zelfs van jouw Xbox controller. Schuifje aanzetten en laat hem lekker scannen. En die updates worden vanzelf wel geïnstalleerd. Het beste is om even te wachten tot die updates compleet klaar zijn met downloaden. Maar je kan ondertussen ook doorgaan voor de volgende stap. De volgende stap die we hebben is het installeren van al onze favoriete software. Nou, onderop de taakbalk zie je daar die hele mooie logo van Microsoft Edge. En Microsoft Edge heeft eigenlijk maar één echte functie.
om andere webbrowsers te installeren. We gaan even naar de website van Ninite. En met Ninite kan je heel veel tooltjes al compleet automatisch gaan installeren. Doet hij compleet stil, hoef je verder niks te doen. Je vinkt gewoon even aan welke programma's je wilt. Je downloadt het, voert het uit en wacht even 5 minuten en al die programma's zijn geïnstalleerd. Je kan ervoor kiezen om nu allemaal andere tools te gaan installeren, maar ik raad je even aan om daar nu nog even mee te wachten. Want we gaan ook even de drivers installeren van het moederbord zelf. Je kan daarvoor gebruik maken van de chipset drivers van AMD of van Intel. Beide hebben daarvoor een heel handig tooltje. In dit geval heb ik hier een AMD X470 moederbord, dus ben ik ook op zoek naar de drivers voor dit moederbord. Nou, toevallig AMD heeft best wel recente drivers, dus dat pakket download ik even vanaf hun website en voer die installatie ook uit. Binnen no time is dat dan ook geïnstalleerd. Sommige fabrikanten leveren ook nog eens een tooltje mee waarmee je automatisch die software kan updaten. Toevallig dat moederbord wat ik heb, heeft dat ook. Dat heet er bij Gigabyte heet dat dan App Center. En daar vandaan kan je ook al die programma's ook gaan bijwerken. Controleer even de pagina van jouw moederbord of jouw moederbord dat ook ondersteunt. Zo ja, gebruik dat tooltje dan, want het maakt de installatie een stuk makkelijker. Een ander dingetje wat we ook nog even moeten gaan installeren is de drivers van jouw videokaart. Ja, het is leuk dat er standaard al drivers worden meegeleverd, maar die drivers zijn niet altijd even recent. Check daarvoor dan even de website van Intel, AMD of voor Nvidia. Voor Intel spreekt het heel erg voor zich. Ga even naar de supportpagina, dan naar het Download Center en installeer dan ook gelijk de recentste versie, ben je gelijk up-to-date. AMD daarentegen heeft daarvoor een heel handig tooltje wat je daarvoor kan installeren. Het is een autodetect tool en daarmee kan hij dus automatisch gaan bepalen welke videokaart jij hebt en wordt automatisch die drive dan ook geïnstalleerd. Zodra je dat dus hebt gedownload, voer het dan even uit en daarmee kan je die installatie dus verder ook gaan volgen. Maar in deze PC heb ik een Nvidia GeForce kaart en je kan daarvoor alsnog handmatig die updates gaan downloaden. Maar ik vind GeForce Experience toch wel iets prettiger om te gebruiken. Niet alleen is een softwarepakket ook een manier om automatisch de recentste drivers te krijgen, maar dit tooltje kan ook nog eens jouw games volledig gaan optimaliseren, gebaseerd op de games die erop staan. En stel je hebt bijvoorbeeld een ultra high-end PC, hoeft niet automatisch telkens die instellingen aan te passen, maar dat doet dit programma dan compleet automatisch voor jou. En is er dan ook een nieuwe update, word je gelijk op de hoogte gebracht en kan je hem gelijk ook installeren. Dus ja, kijk even wat voor jou het prettigste is. Ik ga in dit geval toch wel voor GeForce Experience, want ik heb ook een Nvidia kaart. Je kan natuurlijk zelf ook handmatig dit gaan downloaden, maar ja, moet je helemaal zelf weten. Ja, en dan het volgende. Stel je hebt bijvoorbeeld een extra harde schijf in je PC zitten of je een extra SSD. Die zie je dan niet in Windows Verkennen staan. Ja, dan moet je nog wel even één dingetje doen voordat dat ook echt zichtbaar is. Je moet even met de rechtermuisknop op de startknop klikken en kies daarvoor schijfbeheer. Als het goed is krijg je gelijk ook een melding in beeld om deze schijf te initialiseren. Herkenbaar maken voor jouw PC. Pak gewoon GPT, klik dan op OK. En formateer deze harde schijf. Je kan eventueel ook zelf partities gaan aanmaken. Rechtermuisknop, nieuw, partitie. En dan ben je daar gelijk al klaar mee. Ik heb zelf geen extra opslagmedium in deze PC zitten. Dus daarom dat ik deze optie ook niet heb. En er is eigenlijk nog maar één instelling die je echt hoeft aan te passen. En dat is in jouw BIOS de XMP optie of de DOCP optie aan te zetten. Die moet je dan even achteraf even aanzetten in jouw BIOS. En als je dat gedaan hebt, zal jouw geheugen ook klokken op de snelheid die ook geadverteerd is. Stel, je hebt DDR4 3200 geheugen gekocht, dan wordt die dan ook op 3200 gezet. Samen met ook de juiste timings erbij. Dus doe dat ook vooral zeker, anders is het echt zonde van je geld. En Ryzen processors hebben echt baat bij hoger geklokt geheugen. En dan ben je nu eigenlijk klaar om te gaan. Jouw PC is nu ready to go. Je kan ermee doen wat je wilt. Misschien nog wat extra programma's erbij opzetten. Maar ja, dit is eigenlijk als het ware de manier om toch alsnog snel Windows te installeren. Heb jij iets aan deze tutorial gehad? Beloon me even met een duimpje omhoog. En heb jij zelf ook nog een iets andere manier om dit te installeren? Dan ben ik heel benieuwd wat jij dan normaal doet. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe dat vooral ook zeker. Zet gelijk dat belletje aan. En dan zie ik jullie heel graag aankomende vrijdag weer bij een gloednieuwe video hier op TechTime. Zoals altijd zeg ik weer, tot techs!